Vincent Janssen heeft woensdag met een doelpunt een belangrijk aandeel gehad in de 5-0 thuis van zijn club Venerbais in de heenwedstrijd tegen Adana Demirspor in de vijfde ronde van de Turkse Beker. Janssen was in de 26e minuut verantwoordelijk voor de 2-0. De spits draaide goed weg bij zijn directe tegenstander en passeerde doelman Tenersu met een knap schot in de korte hoek, Alper Potuk, drie keer. Hazan Ali Kodiri men al meer en namen de overige treffers van Fenerbahce voor hun rekening. Adana Demirspor beëindigt het u wel met 10 man aan een rode kaart. Twee keer geel. Voor Jozef Doehadji 2 minuten voor het laatste fluitsignaal. Voor Janssen was het pas zijn derde goal van het seizoen. De huurling van Tottenham Hotspur fonteerd door twee keer het net in competitieverbend. band. en Adana Demirspor treffen elkaar op dinsdag 12 december in Adana voor de return.